Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag treden we op in Amersfoort. Ja, het plein achter ons die staat straks helemaal vol. En we hebben ook een speciaal fanpak. We gaan ons zometeen klaarmaken voor het optreden en we filmen alles backstage. Doe alvast een duimpje omhoog en kijk maar mee. Hey, 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 la la love me baby, la la love me baby. Hoi, ik ben Pien en ik ben vandaag de zangcoach van Force. Ik zorg dat ze goed opgewarmd het podium opgaan. Ik zorg dat ik nog even de laatste puntjes op de i zet qua zang. En dat ze helemaal kunnen shinen met hun stem vanavond. Nu gaan we naar het podium. En zangje. We gaan nu in haar zin doen. Maar ik heb ze al in. Dan ben jij nummer 3. Jij bent dan nummer 5. Dan ben jij nummer 6. Oké, nou, we zijn dus nu met die man die daar staat aan het praten voor inhers, voor gitaar horen. Belangrijk is dat je niet je hand zo eroverheen hebt. Ja, want dat is voor ons qua audio heel slecht. Dus altijd gewoon je hand in het midden. Ook nooit aan de staart. Als je aan de staart doet, dan zit de zender. Dan kan het zo zijn dat je uitvalt. Ja. Gehoord? Ja, dus altijd gewoon in het midden. Ja, heel goed. Ja, het keltje. Kom maar met mij. Ga dan daarheen en dan Niels gaat daarheen. Toch? Jannes gaat daarheen en Max gaat daarheen. Ik ga daar. Ja, dus je een beetje gewoon, weet je, dat je de hoek neemt. Hoef je niet op de passerel. Die mooie boys, maar je kijkt naar mij. Fanpak, dus dat was super leuk. Het is best wel warm, maar er stonden eigenlijk al best wel veel mensen. Ja, en dan voor een soundcheck. We hebben eigenlijk nog nooit echt meegemaakt dat we gingen soundchecken en dat er dan zoveel mensen stonden. Na het soundchecken kwamen er allemaal kinderen naar ons toe. Dat was super leuk. Zometeen gaan we eerst even eten, dan in de visagie en dan onze kleding aan, want wij hebben nieuwe kleding en het is super vet. En ik heb ook nog een gatenbroek aan. Nou, we hebben een mooie gatenbroek aan. Hier. En een mooie wit jasje. Nou, ik heb dus net ook gehoord dat er 200 fans in ons fanvak staan. Echt super vet. Ja. Dus allemaal love naar jullie. Hey. Ja. Hallo allemaal, hallo Amersfoort. Hallo thuis, welkom bij het concert van Force. Force inmiddels mega populair. Volgens mij zijn er wel een aantal fans aanwezig. Dan te bedenken dat het avontuur pas een jaar geleden begon toen Niels, Max, Ian en Jannes auditie deden bij het Junior Songfestival. Geef ze een groot applaus. Force met Love Me! Hey, 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 la la love me baby, 'cause I really like to love you too. Here we go!
lach die naar dat licht. De lach niet aan jou, maar ook niet aan mij. We wilden dit samen, maar de liefde ging voorbij. En die laatste lach lag het beste, en ik lag langer dan de rest. Ik heb de wereld in mijn handen, en ik ga mijn eigen weg. Was superleuk. Ja, het was echt fantastisch. Zeker. Het is denk ik het leukste optreden tot nu toe. Ja. Zeker. En we willen iedereen, alle fans willen we even bedanken. Ja, en ze deden ook heel leuk mee. Ja, sowieso. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En dat zien jullie volgende keer. Of de nieuwe finalisten zien jullie volgende ja. keer. Ja, oké. De nieuwe finalisten. Doei! Daar vind ik nergens op slaan, dat slaat al. Dat is Ian. En toen kwamen dus fans naar ons toe. En dat vond ik echt wel leuk. Ja, fans. Gewoon allemaal ja, mensen. En die ouders waren allemaal. Ja, hier zijn ze.